Wij aardbewoners zijn al sinds de eerste telescopen gefascineerd door onze rode buurplaneet. Diep uitgesleten riviervalleien, uitgestrekte delta's en sporen van puinstromen doen een waterrijk verleden vermoeden op Mars. Na vele wilde theorieën van voornamelijk astronomen over het al of niet voorkomen van water en leven op Mars, gingen aardwetenschappers zich in de kwestie mengen. En zij kwamen tot heel andere conclusies. Aarde en Mars zijn samen 4,5 miljard jaar geleden ontstaan. Mars is een stuk kleiner dan de aarde en staat een stuk verder weg van de zon. De geschiedenis van Mars is in 3 perioden opgedeeld. Mars koelt zo ver af dat er vloeibaar water mogelijk is. Er vormt een atmosfeer en er valt neerslag. Mogelijk voldoende om rivieren mee te voeden. De atmosfeer op Mars vervliegt en de planeet koelt af. Vloeibaar water verdampt of zet zich af als ijs in de poolkappen en als permafrost in de grond. Als je kijkt naar het oppervlakte van Mars, dan vallen de grote riviervalleien als eerste op. Deze riviervalleien zijn zo'n 3,5 miljard jaar geleden ontstaan en ze zijn zo groot dat je kunt voorstellen dat daar enorme hoeveelheden water doorheen zijn gestroomd. Omdat deze valleien plotseling ontstaan in het landschap, denken we dat ze zijn ontstaan door grondwater. Nou, het probleem met deze theorie is dat grondwater heel erg langzaam stroomt. Dus hoe kan grondwater nou deze valleien hebben veroorzaakt? Grondwater kan naar buiten stromen in lager gelegen gebieden die zijn omgeven door hoger liggend terrein. Door de grondwaterstroming van dit hogere terrein naar de lagere gebieden komt daar het grondwater onder druk te staan, waardoor het zich daar naar buiten perst. En op Mars moet het grondwater zich ook nog door een dikke laag permafrost heen zien te breken. De vraag is nu hoeveel en hoe snel dat grondwater naar buiten moet zijn gestroomd om die grote riviervalleien op Mars te hebben veroorzaakt. En daarvoor heb ik een aantal experimenten uitgevoerd in het lab. Voor deze experimenten hebben we een grote zandbak met daarin een pijp waarin we grondwater onder druk naar buiten kunnen laten stromen. Bij het eerste experiment hebben we grondwater onder lage druk naar buiten laten stromen. Het grondwater komt aan het oppervlak en vormt daar kleine gultjes. Als het experiment opdroogt, zie je een typisch patroon wat hoort bij grondwateruitstroming. Bij het volgende experiment hebben we grondwater onder hogere druk naar buiten laten stromen. Wat je ziet gebeuren is dat er breuken in de ondergrond ontstaan, waardoor het grondwater nog sneller naar buiten kan stromen. Ten slotte hebben we de druk nog verder opgevoerd. De grondwaterdruk is nu in staat het sediment op te tillen, waardoor er een ondergronds meer ontstaat. Dit meer stort in één keer in, waardoor er in korte tijd heel veel water naar het oppervlak komt. Veel meer nog dan je alleen van grondwater zou verwachten. De patronen uit de experimenten zien we ook terug op Mars. Het is dus aannemelijk dat de rivieren op Mars ook door grondwater zijn ontstaan. Het verrassende is dat juist de grootste rivieren in een hele korte, maar hevige uitbarsting zijn ontstaan. Deze rivieren hebben waarschijnlijk niet miljoenen of duizenden jaren gestroomd, maar eerder enkele weken tot hooguit enkele maanden. Ze ontstonden met grote tussenpozen, waarschijnlijk door ondergrondse verschuivingen, vulkaanuitbarstingen of meteorietinslagen. De echte grote erupties van grondwater zijn iets van het verre verleden, omdat de laag permafrost op Mars alleen nog maar dikker is geworden. Het grondwater zit er waarschijnlijk nog steeds, dus het is wel mogelijk dat er in de toekomst nog eens een keer zo'n uitbarsting plaatsvindt.